Natuurlijk, PSV verloor vrijdagavond zeer verrassend van PEC Zwolle thuis met 3-1. En dan is er altijd media-aandacht voor het elftal van Dick Advocaat. Iedereen wil wat weten, maar het gaat vooral om de man in deze auto die op de bijrijdersstoel zit. Erik Pieters is interessanter dan het resultaat. Hij trekt alle aandacht naar zich toe na vrijdagavond. Hij verliet het veld met een rode kaart en bij het verlaten van het veld verwondde hij zichzelf ernstig aan zijn onderarm. Vandaar de Mitella en vandaar de vraag hoe het met hem is. Na omstandigheden gaat het wel goed. Ja. Om een beeld te krijgen, nog even terug naar vrijdagavond. Er is ruim een uur gespeeld als Erik Pieters een tackle inzet op Fred Benson. En dat betekent rood. Pieters verliest zichzelf in woord en gebaar en verwondt zichzelf op weg naar de kleedkamer door het inslaan van een ruit bij de toegangsdeur. En op die hele situatie kijkt de verdediger nu terug. Met heel veel spijt. Ik heb een jaar lang gebikkeld om terug te komen van twee klote blessures, om zo te noemen. Ik heb er hard voor gevochten. Uiteindelijk mag je weer minuten maken na een lange tijd en doe je dat. Krijg je een rode kaart. En daarna heb ik gewoon een zwaar alles verloren. Ik heb een blackout gekregen. Ik heb verbaal en in handelen heb ik heel slecht gehandeld. Verkeerd van mij. Niet goed wetende dat je een voorbeeldfunctie hebt voor iedereen. Voor de PSV-supporters. Maar ook voor iedereen buiten het veld. Ik heb daar veel spijt van. Wat moet ik erover zeggen? Ik wil gewoon nu richten op mijn herstel. De consequenties die eraan hangen, die draag ik op mezelf, dat weet ik. Dat hoort erbij. Dat verdien ik ook. Ik ben nogmaals mijn excuus. Ik ben gewoon met mijn gevoel verloren. Mijn gedachten verloren. Mijn zelfbeheersing verloren. En dat is in dit resultaat beland. En daar heb ik veel excuses en veel spijt van. Voordat Pieters in het openbaar spijt betuigde, sprak hij ook nog met zijn ploeggenoten in de kleedkamer. Nou, voor mij was het moeilijk, ook omdat ik iedereen heb laten schrikken. Niet alleen mijn collega's, vrienden, trainers, supporters, iedereen eromheen, familie. Maar ik vind gewoon dat ik ook nu de man moet zijn om het gewoon te zeggen. Ook tegen de spelers, trainers en pers, iedereen op en eraan. En ik heb gewoon mijn woord gedaan, wat ik ook hier heb gedaan. Mijn excuses aangeboden voor mijn gedrag, wat niet goed is. Nogmaals. En de jongens zijn natuurlijk ook geschrokken. En dat begrijp ik heel erg. De KNVB schorste Pieters voor zijn rode kaart voor 4 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. 3 wedstrijden mist hij dus zeker. Hoe lang het medische traject duurt, is op dit moment nog onbekend.